Fame gaat over een theateropleiding in New York. Eigenlijk in de jaren 80. En daar heb je allemaal jonge mensen met een droom, een ambitie. Iedereen wil beroemd worden en goed worden in zijn vak. En voor de een is dat acteren. De kwaliteit van een acteur wordt bepaald door de rijkdom van zijn emotionele geheugen en de mogelijkheid dat te gebruiken in zijn spel. Stanislavski. Ja, klonk ook al niet als Donald Duck. Van Anne danst. En op! Strek je voet door. Je staat op spietsen, schatje, niet op klompen, hè? En deze studenten die komen dan in een vierjarige opleiding, waarin ze natuurlijk elk jaar een ontwikkeling van zichzelf moeten gaan meemaken. Jullie hebben allemaal een droom. En deze droom kost je alles wat je hebt. En het betalen begint nu. Met bloed, zweet en tranen. Ik wil doen. Het is een hele zware opleiding en juist deze musical laat zien hoe zwaar mensen het hebben op zulke opleidingen. Ik denk dat het verhaal reëel is in de zin dat een opleiding probeert mensen zo breed mogelijk af te leveren. Dus zo breed mogelijk op te leiden en iets mee te geven voor het leven. Zeker vanuit de school waar ik in Tilburg heb gezeten. Het is gewoon zo herkenbaar. Je voelt de lerares die tegen je zegt, nou, we gaan nu een geheim met je delen. En dat je denkt, oh ja, dat weet ik nog wel. En dat je nu kun je het spelen, dus nu is het leuk. Maar toen was het wel eng natuurlijk. En zo is het natuurlijk, zijn er heel veel herkenbare dingen die zeker op school ook zo waren. Ik wilde dus de Kleinkunstacademie gaan doen. Daar heb ik auditie voor gedaan. Toen was ik 17. Toen werd ik afgewezen. Dus toen heb ik 1 jaar particuliere toneelschool gedaan. En toen had ik een beetje wat Carmen ook heeft. Dat was me wel iets te zweverig allemaal. Dat ik dacht, oké, jongens, ik vind wel mijn eigen manier om er te komen. Dus ik heb eigenlijk daarna geen opleiding gedaan. Ik heb voor de rest geen opleiding. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Ik vind het wel grappig dat ik dan hier een musical doe waarin ik zo'n opleiding doe. Wat ik eigenlijk wel stiekem had willen doen toen ik vroeger nog op school zat. Het verhaal van Fame, ja, dat is voor iedereen anders. Maar mijn verhaal is de rol van Carmen. De rol die Kim Lian speelt. Aan het einde, ja, eigenlijk heel serieus wordt en heel dramatisch. Doordat ze helemaal voor de faam wil gaan en voor de roem. En eigenlijk kan die school haar niks schelen. En dat is eigenlijk wel een soort rode draad door Fame, de musical. Met elke val, met elke hindernis, leer ik ze hier. Wat mevrouw Sherman speel ik en dat is de hoofddocent spel en het schoolhoofd. Ze is de directrice. Ze is streng, maar ze is niet gemeen. Zeker is ze streng tegen mensen die een talent hebben. Die pakt ze extra hard aan om te motiveren. En dat komt natuurlijk vaak heel hard over, dus ze is niet echt heel erg lief. En bij de muziek hou ik hem niet meer in bedwang. Ik speel de rol van Joe Vegas. Als in Las Vegas, zoals ik dat mag zeggen. Ik ben behoorlijk een beetje de vrolijke noot in het stuk. Joe is zeker gefixeerd op meisjes, ook voornamelijk op Carmen natuurlijk. Wat nou weer? Moet je weer een tiet lenen? Ik leef voor mijn dromen. Mijn droom is de rol waar ik naar zoek. Mijn droom is een leven op toneel. Of het witte doek. Nou, Nick is een jongen die met alleen maar één doel komt, acteur worden. Ik vind het saai. Dit is een meeuw van Tsjechov, een klassieker. Hij kent alle verhalen, Shakespeare, Tsjechov, hij is er helemaal weg van. Hij lijkt heel serieus en heel zeker, maar dat is hij niet.
En ja, het is toch een beetje onzeker of je nou op meisjes valt of op jongens. Speel ik liefde? Hoe hou ik mijn hoofd nog koel? Hoe speel ik liefde? Als het echt is wat ik voel, stel voor ik zeg het en dat hij hetzelfde voelt. Ik ben Daphne Flint en ik speel de rol van Serena. En Serena komt uit een klein dorpje en gaat naar de grote stad om daar een acteeropleiding te volgen. Komt daar Nick tegen, wordt helemaal verliefd op Nick. Ik ben Giovanni Richardson, ik speel de rol van Tyrone Jackson. En Tyrone Jackson is een stoere jongen van de straat die gewoon een geweldige danser wil worden. Ik ben een hik! Come on! Kijk mij, ik Ik ben Talita Angermassen, speel de rol van Mabel. En Mabel is een danseres met hele grote dromen. Ze wil het gaan maken en ja, er zit daar iets in de weg. En dat is de opleiding volgens docenten, dan zeg maar haar postuur. En ze is iets te dik. Ik ben Hein Gerrits, ik speel de rol van Slomo Metzenbaum. Slomo is de muzikant, speelt klarinet en piano. Piano heb ik wel echt moeten leren. Dat speciaal voor deze rol echt elk vrij uurtje achter de piano om dat wel te kunnen. Dus ik speel 3 nummers in de show. Wat brengt de morgen? Wat denk jij? Want de zon schijnt haar licht op een prachtige dag. Voor jou en mij, daar vind ik mijn dromen, daar ben ik vrij. Die nieuwe morgen, dat zijn wij. Schrijft iemand dit op, schrijft iemand dit op, wij zijn een hit 10 keer platina. Mensen doen iets zo hysterisch. Hysterisch, wow. Leef tot het einde tijden. Zie dan sterren voorbij. Niet langer klein en bescheiden. Want God laat je alles om mij. Ondertussen is wel Sistine Carrière een hele goede actrice, zangeres. Is ze al helemaal aan het inwerken, zodat ze stand-by staat voor het geval dat ineens mijn vliezen breken. Of weet ik, als er iets gebeurt. Dus de show gaat altijd door en ik ga het zo lang mogelijk proberen vol te houden.